Like voor veel geluk. Negeer voor dit. Oh my gosh, wat doe je in dat toilet? Wat? Ik hoop maar dat er was doorgespoeld. Ze kijkt zo blij. Waarom? Zou jij erin duiken? Slow motion in de bult. Ding. Ik was iets te vroeg. Sick. Dit is hoe ze van die teksten maken op de weg. In dit geval gaat er waarschijnlijk stop of slow komen te staan. Ik wist serieus niet dat dat zo werd gedaan. Je moet dit wel echt perfect doen. Het is niet de bedoeling dat je uitschiet en dat er per ongeluk een andere letter staat. Het moet in één keer goed gaan. Het is een levensmissie, alleen voor gevorderden. Hij doet het serieus best wel goed. Oh, dit vind ik altijd zo satisfying. En nu heb ik zin in watermeloen. Team watermeloen. Lava in een watermeloen. Gaat dit exploderen? Gaat dit exploderen? Dat valt op zich best wel mee. Het is waarschijnlijk gewoon een zoete jacuzzi daarbinnen. Hé, dat is best wel sick. Ik dacht serieus dat... Maar dat valt mee. Deze watermeloen is strong. Ik vind het wel zonde van de watermeloen. Van de lava niet. Ik bedoel, lava kun je niet echt eten. En als dat wel zou kunnen, dan wil ik niet weten hoe dat op het toilet voelt achteraf. Vinden jullie het ook niet op slime lijken? Ik denk alleen dat als je dit gaat kneden, dat je handen weg zijn. Oh my gosh, wat? Oh ja, natuurlijk. Het is gaan harden. Oh, hoe ziet de binnenkant eruit? Oh, dat lijkt alsof de watermeloen de hele tijd al een poepje moest laten. Cola en Mentos onder water. Ik weet trouwens niet of dat Mentos waren, maar... Oh my gosh. Monday. Maandag. Tuesday. Dinsdag. Wednesday. Woensdag. Thursday. Donderdag. Friday. Vrijdag. Saturday. Zaterdag. Sunday. Zondag. Dat was de meest satisfying week ever. Suikerspin versus toilet. Ik ben benieuwd wie er wint. 3, 2... Hey, het is wel een mooi regenboogtoilet. Coca-Cola onder water openen. Hoe ziet het eruit? Waarschijnlijk gaat het gewoon alle kanten op. Oh. Wow. Deze persoon heeft letterlijk gewoon dichtbij een lopende vulkaan gefilmd. Niet een vulkaan met voeten, maar gewoon lopend als in lava loopt eruit. Snap je? Ik voel gewoon de warmte. Wow, dit ziet er zo sick uit. Hoe hoog in de lucht zou dit wel niet zijn? Ik denk dat dit met een drone is gefilmd. Ik denk niet dat iemand met vleugels over lava heeft gevlogen. Misschien een gekke mail. Ik zou het niet willen aanraden. Oh my gosh, wat is dat? Oh, dat is het oplaadstukje van de iPhone. En het is helemaal nasty. Oh, maar dit vind ik altijd zo satisfying. Maak het schoon. Mijn oma had het fijn gevonden als ik het vroeger satisfying vond. Dan had ik waarschijnlijk mijn kamer schoner gehouden. Maar ik bedoel, het ziet er zo nice uit dat dit eindelijk gefixt wordt. Want ik zou hier mijn oplader niet in willen stoppen, you know. Wat zit er allemaal in, joh? Heeft deze persoon geprobeerd op te laden met hooi of zo? Het zit helemaal vol met viezigheid. Ik denk dat je... Wow. Oké. Oh my gosh. Dude, serieus? Domino met... Kaarten? AF, wow. Hoe lang is iemand hiermee bezig geweest? Gast. Hoeveel vrije tijd had jij? Ik zou hier niet eens aan durven te beginnen. Gewoon omdat ik bang ben dat ik halverwege het proces ineens alles gewoon omverblaas. Maar dit is sick, ouwe. Oh my gosh. Hoe lang denk jij dat deze persoon hiermee bezig is geweest? Laat het in de comments weten. Ah, dat is geloof ik het mute-knop. Waarmee je het geluid, het tikgeluid aan en uit kunt zetten. Oké, maak het schoon. Goed zo. Wat zit erin? Maar dat ziet er zo nasty uit. Wat zit erin? Ik vraag me ook echt af hoe iemand het zo vies kan krijgen. Ik bedoel, mijn iPhone is soms ook op gekke plekken geweest. Geen commentaar. Maar het heeft er echt nooit zo erg uitgezien. Oh yes. Oh yes. Dude! Dat is heel zonde. Maar satisfying. Hoor dat geluid, hè? Oh my gosh, oh my gosh. Gaat het perfect plat? Gaat het perfect plat? Oh. Oh. Oh snap, wat gaat er gebeuren? Ze zitten op het water. Er wordt gefilmd. Ik zie daar iets naar boven komen. Het gaat richting de boot. Ik zie een vin het water uitstijgen. Het is niemand minder dan... Het zal vast wel meevallen. Er is vast niets aan de hand. Kapot eng. Dit is een attractie. Ik geloof in de Universal Movie Studios. En het is letterlijk de gigantische haai Jaws. Ook al zie je duidelijk dat het nep is. Ik zou het alsnog mega eng vinden om in dat bootje te zitten. Stel voor ze hebben de neppe haai per ongeluk of expres verplaatst met een echte haai. Oh my gosh. Dit is wel een echte haai. En hoe creepy is het als je op je bootje zit. Je kijkt in het water en je ziet deze dude langs zwemmen. En ook gewoon alleen maar aankijken. Ik vind het wel mooie dierenhaaien. Ze hebben altijd allemaal van die littekentjes ook, hè? Het zijn strijders. Oh my gosh, dit wordt echt gewoon een explosie. 3, 2, 1. Alles voor een frisse adem. Om heel eerlijk te zijn. Ik vind het wel altijd zonde als mensen dit doen. Ik bedoel, het is vermakelijk. En ik weet dat er sowieso een hoop wordt weggegooid. Maar toch, dit had zoveel gebitjes kunnen redden. En dit is hoe ze van die perfecte icoontjes maken op de weg. Met gele spuitverf. En natuurlijk een soort van omhulsel. Zodat het niet buiten de lijntjes wordt gedaan. Het lijkt mij echt leuk om dit een keer te doen. Al kan ik me wel voorstellen dat als je het de hele dag moet doen. Dat het gaat vervelen. Maar gewoon 1 of 2 of 10 of 100 keer. Jawel. Is het hem gelukt? Is het binnen de lijntjes? Moment van de waarheid.
Dude. Je bent een master. Deze dame doet gewoon de moonwalk onder water. En ik bedoel, het ziet er echt heel realistisch uit. Ook al moet ze waarschijnlijk met heel veel moeite zichzelf op hetzelfde level houden. Dit is knap. Deze dame smeert haar handen in met gele verf. En vervolgens gaat ze ermee kneden in roze slime. Het is slim. Of eigenlijk niet. Je kunt ook gewoon een beetje gele verf bij de roze slime doen. In plaats van dat je heel je handen smerig maakt. Oh, dit vind ik altijd zo satisfying, hè. Ik vind het eng en satisfying. Laat ik het daarop houden. Ze spuiten het een soort van vol met inkt. Wat is dat? Is dat jelly of slime? Monday. Maandag. Tuesday. Dinsdag. Wednesday. Woensdag. Thursday. Donderdag. Friday. Vrijdag. Saturday. Zaterdag. Sunday. Zondag. Ja, dat is weer een satisfying week. We hebben hier Sonic en ze gaat er proberen een Sonic.exe van te maken. Sonic.exe is een creepypasta over Sonic, maar dan creepy. Je snapt het. En ik moet zeggen, tot nu toe doet ze het best goed. Er worden tandjes ingedaan, de ogen die worden geüpdate. Oh, dit is zo creepy. Er komen nog pupillen bij. Hij moet natuurlijk wel kunnen kijken. En om eerlijk te zijn, dit is super goed gelukt. Olifantentandpasta is een experiment waarbij je dit creëert. Oh my gosh, het vliegt. En Devil's Tandpasta is een project waarmee je wauw. Dat ziet er een beetje uit als de ontploffing van mijn wiskundeleraar wanneer ik mijn huiswerk niet heb gemaakt. Dit is een zelfgemaakt apparaat waarmee je op een of andere manier je spieren kunt trainen en het risico kunt lopen dat je je benen breekt. Tenminste, in mijn geval. Ik zou dit serieus niet durven. Ik bedoel, ik denk dat ze dit echt 1000 keer heeft geoefend. Oh my gosh, dit is echt de meest gestoorde landingsbaan die ik ooit heb gezien. Ik denk dat de passagiers duizelig zijn, maar het ziet er wel cool uit. Moet ik dan eens vaker reageren op de gekste dingen van het internet? Let me know. Deze persoon gaat een gezichtsmasker maken van avocado. Ik hou van avocado, het is groen en het is plakkerig en het weet ik veel. In ieder geval is het lekker aan het squashen. Er wordt sap van gemaakt wat in de machine gaat. En uit die machine gezichtsmasker. Ze moet eventjes wachten tot het opdroogt. En dan kun je het er zo afpellen. Dat ziet er zo satisfying uit. Ik wil het eten. Dat kan niet, joh. Lavabal versus mayonaise. Dat klinkt als een natte scheet. Ja, sorry. Chocoladetoren versus lavabal. Oh, wauw. Daar gaan we. Holy shit. Ik weet niet wat voor kippen jij hebt, maar ze zijn anders. Waterglijbaan. Moet ik eens een keer. Wat wou ik ook alweer zeggen? Moet ik eens een keer een video maken waarin ik van de gekste glijbanen ga spammen in de comments. Volgende glijbaan, let's go. Ik hou echt van waterglijbanen. Oh, die is hoog. Ik zou altijd zo bang zijn dat ik via de zijkanten er vanaf sodemieter. Is echt iets voor mij namelijk. Maar, oh, het is donker. Kan iemand het licht aandoen? Hé, het licht staat weer aan. Wow. Oh, dat is sick. Dat is er zo'n eentje waarbij je dan helemaal, ja, wat eigenlijk? Iets. Gewoon iets. Ik ben geen deskundige. Ik ben gewoon een idioot die filmpjes kijkt op het internet. Maar dit is echt heel erg gaaf. En ze zitten er ook met z'n drieën op, geloof ik. Of nee, met z'n tweeën. Ik ben slecht in voeten tellen. En dit is echt gigantisch hoog, ouwe. En ze gaan ook maar door, hè. Wow, dat is zo sick. Ik wil erin. Waarom kijk ik dit? Maak mezelf alleen maar jaloers. Ik hou serieus van waterglijbanen. Ik heb trouwens een grappig verhaaltje. Alleen ik twijfel of ik het moet vertellen. Het gaat namelijk over waterglijbanen. Het is alleen een beetje beschamend. Oké, weet je, ik denk erover na of ik het wil vertellen terwijl ik hier naar kijk. Oh, vroeger was er een zwembad met een hele hoge waterglijbaan waar ik regelmatig naartoe ging. Alleen, ik wou elke keer een manier vinden om harder van de glijbaan te kunnen. Dus de ene keer was het op mijn buik, ging goed. Op mijn knieën, niet verstandig, maar ging snel. En op de duur zei iemand, je moet een beetje blote billen doen, dan ga je kapot snel. En ik was zo van, dude, ik had het niet met mijn blote billen, dat zat helemaal nergens. Oké, waar? En toen deed ik het. En toen ging ik zo snel dat ik letterlijk het zwembad uitgevlogen ben, zo over het water als een steentje. Poef, 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 poef. En toen lag ik dus met mijn blote billen aan de zijkant van het zwembad. En iedereen was zo van, het was traumatisch. Moraal van het verhaal, hou je zwembroek aan in het zwembad. Oké, deze lijken mij echt kapot eng. Wat er dus gebeurt is, je gaat in een cabine staan. De deur die wordt dicht gedaan en iemand die drukt op een knop. Zo. En vervolgens gaat dan de onderkant weg en dan gebeurt dit. Poef. Je valt keihard naar beneden en je glijdt je ondergang tegemoet. Oké, dat is overdreven. Maar het ziet er wel heel cool uit. Kijk hoe snel deze dude gaat, man. Het lijkt wel een speer. Ik denk letterlijk dat dit is wat een drolletje meemaakt wanneer je hem zeg maar eruit gooit in het toilet. Oh, ik krijg echt altijd gewoon kriebels. Als ik een mooie temperatuur zie, lekker weer, een blauwe zee, een glijbaan, dan wil ik gewoon meegaan. Stel voor er zou een apparaat bestaan waarmee je gewoon in YouTube-video's kunt stappen. Oh, dat zou zo sick zijn. Dat als ik dit nu kijk, dat ik gewoon mijn hand tegen het scherm hou en dat ik dan ook gewoon meeglij. Ik heb veel te veel fantasie. Wow. Oh, dit is een beetje zo'n optische illusie. Oh, daar gaan we weer. Wow, dat is sick. Kleurtjes. Ik hou van kleurtjes. Op zo'n matje ga je trouwens ook echt mega snel. Let goed op hoe snel die gaat gaan.
Oh my gosh. Dat is insane. Ik zou deze glijbaan gewoon de Formule 1 noemen. Letterlijk. Deze persoon gaat 3 emoties met elkaar combineren. De stoere, de hartjesogen en de misselijke. Ik ben benieuwd of ze dat ook gaat inkleuren. Spam in de comments. Welke 3 emojis zou jij met elkaar combineren? Oké, we hebben hier een tekening van Fanta. Oh, dit gaat er zo epic uitzien. Oké, ze heeft er dus iets overheen gelegd. Ze creëert een regenboog. Wow, dat is sick. Oh my gosh, dit is de nachtmerrie van elke server. Ineens een vin boven het water zien. Big hammer. Een hamerhaai. Hamerhoofd haai. Hoofd haai, hoofd hamer. Iets met hamer, hoofd haai. Iets weet ik veel. Oh my gosh. De persoon die dit van dichtbij heeft gefilmd is een en al badass. Zeg maar, hij heeft hier badass. Zijn oog is van badass. Alles van zijn bestaan is badass. Al moet ik zeggen, het kan ook zijn dat ze gewoon een camera hebben laten drijven of zo. Ik kan me niet voorstellen dat iemand zo dichtbij een witte haai is geweest. Dit was een ervaring. Like voor meer. Heb jij de challenge gewonnen of gefaald? Adios.